Hallo. De start van het hoofdstuk over beweging gaat over het onderzoek van bewegingen. Wat moet je weten als je een beweging wilt onderzoeken? Wat is beweging eigenlijk? Dat is waar het dit keer om gaat draaien. Zoals al gezegd is de belangrijkste vraag van deze paragraaf: wat moet je eigenlijk weten als je een beweging wilt meten? We bekijken hiervoor eerst een fietser. Als je iets over een beweging wilt zeggen, dan moet je eerst aangeven waar de fietser is. Plaats is een sleutelwoord, want als de plaats verandert, dan is er een verplaatsing. Stel, de fietser gaat 20 meter vooruit. Dan zeggen we dat de verplaatsing 20 meter is. We hebben nu dus twee belangrijke zaken vastgelegd, namelijk plaats en verplaatsing. Deze twee hebben natuurlijk duidelijk met elkaar te maken. Verplaatsing is een verandering van plaats. We gaan verder met een ander belangrijk iets om te meten, namelijk de tijd. Het is logisch om bij de start de tijd op nul te zetten. Dat doen we dus hier ook. Nadat de fietser 20 meter heeft verplaatst, klokken we opnieuw en blijkt de tijd 5 seconden te zijn. Net als bij de plaats is hier ook een verandering van tijd. Dit wordt een tijdsduur genoemd. Even alles op een rijtje. Want eerst de plaats. Dit geven we aan met een symbool. Het symbool voor plaats is de kleine letter x. Nu kun je zeggen, de plaats is 20, maar daar kan van alles nog zijn. 20 mm, 20 kilometer, 20 lichtjaren, enzovoorts. We moeten dus wel bij plaats een eenheid plaatsen. Standaard gebruikt men in de natuurkunde altijd de meter. Een wijziging van plaats wordt verplaatsing genoemd. Het symbool hiervoor is weer de x, maar nu met een klein driehoekje ervoor. Dit driehoekje is de Griekse letter delta. We zeggen dan ook, de verplaatsing is delta x. De delta kom je in de natuurkunde regelmatig tegen. Overal waar een verandering is, wordt dit aangegeven met de letter delta. Dus hier wordt de verandering verplaatst aangegeven met delta x. Voor de fietser was de verplaatsing eenvoudig het verschil tussen de eindplaats en de beginplaats. Nu eerst even naar de tijd. Je ziet, ik sla een stukje over, maar wees me niet bang, dit wordt later wel weer ingevuld. Het symbool voor de tijd is de kleine letter t. En als eenheid wordt de seconde gebruikt, afgekort met de kleine letter s. Let dus op, gebruik altijd seconden. Geen uur of minuut of iets dergelijks, de seconde. Een verandering van tijd is de tijdsduur. Denk eerst even over na wat de eenheid van tijdsduur is. Het is een verandering van tijd en verandering natuurlijk wordt aangegeven met de Griekse letter. Ach, denk eerst zelf even na. Druk even op pauze, zodat je de tijd hiervoor kunt nemen. Oké. Het is natuurlijk delta t. En net als bij verplaatsing is het tijdsduur te berekenen met eind min begin. Hier weer eindtijd min begintijd. Je ziet, er zit logica in. Bij de fietser is delta t gelijk aan eind min begin, dus 5 min 0 is 5 seconden. We gaan weer even terug naar de plaats, want we hebben begin- en eindplaats, maar we hebben maar één symbool, namelijk de x. Hoe kun je nu aan de x zien of begin- of eindplaats is? Hier is gelukkig over nagedacht. De oplossing is dat we achter x tussen haakjes de tijd zetten wanneer de plaats gemeten is. X0 is dus de plaats, bij t is 0 seconden, de beginplaats dus. De eindplaats is 5 seconden verder, na 5 seconden. Dus is dit x5, de plaats na 5 seconden. En dus is de verplaatsing eind min begin. En dat is hier 20 meter. Je ziet x5 min x0, eindplaats min beginplaats. Plaats en tijd, daar gaat het om als je een beweging wilt onderzoeken. We gaan nu een aantal onderzoeksmethodes bekijken. De eerste methode is de stroboscopische foto. Wordt gebruik gemaakt van een stroboscoop. Een stroboscoop is een lamp die heel snel achter elkaar een lichtflits geeft.
Stel je voor, zie je even rechtsboven op het scherm, dat hij gaat vallen, maar dit gebeurt in donker. Tijdens het vallen knippert de stroboscoop en dus iedere keer zie je de bal op een andere plek. Dit kun je zien, maar je krijgt hem met behulp van een smartphone waar de camera op zit. De camera blijft openstaan en hierdoor wordt bij iedere flits de bal op een andere plek vastgelegd op de foto. De foto kan daarna worden afgedrukt, vergroot natuurlijk, zodat je daarna een stroboscopische foto krijgt. Hier zie je een stroboscopische foto. Je kunt hiermee eenvoudig zien in welke richting de bal is verplaatst. En ook kun je zien wat er met de snelheid gebeurt. Immers, als het een kleine afstand verplaatst, is de snelheid klein en is het een grote afstand, dan is de snelheid groot. Nog een stroboscopische foto. Nou ja, foto, het is natuurlijk een tekening. We gaan ervan uit dat de stroboscoop 10 keer per seconde heeft geflitst. 10 keer per seconde, dat betekent dus dat tussen twee flitsen 1/10 seconde tijd is. We gaan iedere keer de plaats van het voorwiel meten. Eén plek verder betekent één flits van een stroboscoop. En dat betekent dus 0,1 seconde verder. Hij begint bij tijd is 0 en is de plaats 0. En één flits verder betekent dus dat na 0,1 seconde het voorwiel 7 meter naar voren is gegaan. De plaats is 7 meter. Zo kan na iedere flits en dus na iedere 0,1 seconde weer een nieuwe plaats worden opgemeten. En dit betekent dus dat je op het eind voor ieder tijdstip een plaats hebt opgemeten. Het is gebruikelijk dat metingen in grafiek worden geplaatst. En hier zie je zo'n grafiek. Bij een grafiek is gebruikelijk dat wat vast ligt horizontaal staat en wat gemeten wordt verticaal staat. In dit geval is de tijd vast, immers de stroboscoop flitst in een vast ritme. En iedere keer wordt de plaats gemeten. Dus hier staat dus de tijd horizontaal, let op, kleine letter t en de eenheid tussen haakjes kleine letter s. En de plaats verticaal, kleine letter x, weer en de eenheid tussen haakjes erachter, kleine letter m. We noemen zo'n grafiek een afstandstijdsdiagram, maar we zeggen meestal het wat korter, dus het xt-diagram. Videometen is eigenlijk ook een soort stroboscopische foto. Een video, dat is eigenlijk allemaal foto's achter elkaar met 40 foto's per seconde. Je zult later op school hier een practicum mee doen waarmee je een beweging gaat onderzoeken. Hier gaan we dus nu eerst verder niet mee door. Als laatste bekijken we de ultrasone plaatssensor. Een mooi apparaat waarmee je de plaats van een voorwerp kunt bepalen. Bijvoorbeeld een auto. Ultrasoon betekent dat er gebruik wordt gemaakt van geluid. Maar wel een geluid dat een te hoge toon of frequentie heeft dat het menselijk gehoor kan waarnemen. Geluid heeft een vaste snelheid, althans bij 20 graden Celsius is de snelheid constant. Bij 20 graden Celsius is de snelheid 343 meter per seconde. Dus in 1 seconde is geluid 343 meter verder. Op het moment dat geluid wordt verzonden, wordt de stopwatch ingedrukt. Dus t is 0 seconden op het moment dat het geluid vertrekt. Het geluid vertrekt, komt tegen de auto aan, waarbij het weer wordt teruggekaatst. Dus het gaat weer terug en op het moment dat het geluid weer terug is, wordt de stopwatch weer gestopt. Even een voorbeeldje. Probeer eerst zelf de oplossing te bedenken. Dus klik weer even op pauze en ga bezig even met pen en papier. Oké. Als geluid een snelheid heeft van 343 meter per seconde, hoeveel meter legt het dan af in een halve seconde? Als je het niet weet, klik eerst weer even op pauze om hierover na te denken. Heb je het goed? In 1 seconde 343 meter, dus in een halve seconde gaat hij de helft verder. Dus de helft van 343 en je zou eigenlijk zeggen van 171,5 meter, maar
We doen 172 meter. Hoe dit allemaal af te ronden wordt later nog uitgelegd in de les. Het geluid legt dus 172 meter af. Maar hoe groot is dan de afstand tussen het sensor en de auto? Het geluid gaat heen en weer. Dus de afstand tussen sensor en auto is de helft van 172 meter en is dus 86 meter. Tot slot, in plaats van een ultrasonenplaatssensor wordt ook wel gebruik gemaakt van een lasergun, vooral bij snelheidscontroles. Een lasergun werkt op precies dezelfde manier als een ultrasonenplaatssensor, maar werkt niet met geluid, maar met licht. Licht ook weer in een frequentie dat het niet zichtbaar is voor het menselijk oog, in dit geval infrarood licht. Het gaat wat sneller, veel sneller dan geluid, maar het principe is gelijk. En tot zover deze paragraaf. Als je alles goed hebt begrepen, moeten de volgende 6 vraagjes geen probleem voor je zijn. Neem ze over, zet je in schrift en ik reken erop dat je de volgende les de vragen en antwoorden paraat hebt.